Samen vormen ze de 175 landen die in 2006 lid waren van de Verenigde Naties. Maar het kunstwerk op het schoolplein aan de Molukkenstraat in de Korrewegwijk zal de komende weken niet te bewonderen zijn. Een aannemer is deze dagen druk bezig om het kunstwerk te ontmantelen. Het kunstwerk van Annelies Dijkman, wat hier achter mij staat, dat wordt gerestaureerd op dit moment. Waarom is dat nodig? Het is door de weersomstandigheden wat verslechterd en het is toe aan een opknapbeurt. De bedoeling was dat het kunstwerk eigenlijk 5 jaar zou blijven. Maar het bleek zo bijzonder dat het langer bleef staan. Enerzijds laat het zien hoe de wereld eruit ziet. Er zijn 175 landen uit de wereldkaart zijn in het kunstwerk verwerkt. Tegelijkertijd is het ook een spel van licht. Want door zonlicht dat door de glasplaten komt, komen er allerlei projecties op de grond. De afgelopen periode hebben de scholen zich samen met het CBK ingezet om het kunstwerk ook voor de toekomst te behouden. Wat wij zelf heel belangrijk vinden als Centrum Beeldende Kunst is dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst. Dat ontwikkelt je creativiteit, je blik op de wereld. Door het licht komt er allerlei projecties op de grond terecht. En we hebben wel eens gezien dat kinderen dat dan bijvoorbeeld met stoepkrijt op de grond weer proberen na te tekenen. De bedoeling is dat de renovatie over 2 weken afgerond is. Het CBK staat samen met de dienst Stadsbeheer garant voor de financiering. De verwachting is dat het kunstwerk dankzij de renovatie weer 10 jaar mee kan.